Eigenlijk heb ik nooit vertrouwen in een stuk. Zoals mijn hele familie of zo, die heb ik dan weer aan de lijn, de radeloze toestand. En die zeggen dan ook altijd, ja, het zal wel weer zo gaan zoals altijd, dat het allemaal goed komt. Stop maar. Het is veel te lang, het is allemaal niet goed. Doe maar gewoon, kom maar meteen op de harde muziek. Ja. Als het thema begint. Ja. Allemaal om. De toon en de intensiteit van die de voorstelling had in het repetitielokaal, om die hier te krijgen. Daar heb ik nog wel een beetje mee zitten worstelen. En veel ook met de acteurs over gepraat, waar dat hem nou in zit. Ik was zo in de eerste 2-3 dagen dat we hier aan het werk waren, was ik een beetje de tragiek van het stuk was ik kwijt. Terwijl ik niet vond dat ze het slecht speelden, maar ik vond dat de werking in het repetitielokaal toch veel aangrijpender was dan wat ik hier in de tent, in het rode doosje meemaakte als ik zat te kijken. Het heeft ook met de omgeving is natuurlijk drukker. Het repetitielokaal is natuurlijk gewoon heel kaal en ik zit daar met mijn neus bovenop. Hier zijn bomen en je hoort wind en je hoort geklapper en we hebben nu echt licht. We hebben die overgang, want het zijn toch twee verschillende dingen. Een voorstelling in zo'n op de vlakke vloer en ik daar vlak voor. Of met zo'n tribune met al die dingen eromheen en het licht en zo. Dat zijn toch echt twee verschillende dingen. Maar alle acteurs hebben die stap wel gezet, want er moet nu meer geprojecteerd worden. De voorstelling moet toch iets verder ook aankomen. Ja, en mijn familie komt wel bij de première, denk ik. Dat is, vind ik altijd wel heel leuk. Alleen, wat mijn ouders altijd doen, is dat ze komen al naar een try-out, maar dan zeggen ze het niet, omdat ze dan denken dat het voor mij een verrassing is. Je ziet dat weer. Ja. Wat is dat? Wat is dat? Ik heb het lelijkste uitgezocht. We gaven elkaar net allemaal toys, want dat is, dat doen acteurs altijd, voordat ze spelen geven ze elkaar een cadeautje en een kaartje met iets erop. En dat heet een toy, want je mag niet succes zeggen, alleen toy, of toy eigenlijk, omdat acteurs hele bange, angstige mensen zijn en dus heel erg bijgelovig. Maar goed, zij zijn allemaal super zenuwachtig. Of, misschien speel ik niet goed, maar ja, het is maar een première. Dus. Nee, het is heel spannend. Maar het is wel wakker worden om ietsje vroeger dan normaal en denken, oh, shit. Is iets oud. Oh ja. Maar ik ben vrij selectief met wie ik als bekende uitnodig. Ik heb ook mensen waarvan ik denk, kom maar later. Want dan ga ik me alleen maar zorgen maken wat ze ervan vinden. En er zijn ook mensen waarvan ik denk, ach, die vinden dat vast heel erg leuk. Je moet jezelf een beetje beschermen daarin, vind ik wel. Ja. Maar ik vind het wel heel fijn dat we met z'n zevenen zijn ook. Ik bedacht me vanmorgen, ik dacht, ja, wat een onzin eigenlijk. Het is best wel arrogant om zelf zo zenuwachtig te zijn, want er staan er gewoon nog 6. Ja. Dus het gaat niet om mij. Nou ja, mocht deze momenten van geluk nou zo'n voorstelling worden. En ik heb hele goede hoop dat het eigenlijk al is.
wou ik eigenlijk alleen maar zeggen, laten we het ons beseffen. Dus ik wil even proosten. Op de première, op vanavond, op de momenten van geluk en op 5 hele mooie weken. Yes. Momenten van geluk. Proost. Als het zo doorgaat, is het enige wat ik zei. La 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 la. Wees gewoon jezelf. Jezelf. Daar ben ik verliefd op geworden, hè? Dat is degene van wie ik hou. Ik ben bij de accountant geweest. Oh, echt? Ja. Hier geld weg, daar geld gestort en geen idee waar het vandaag moet. Nou, ik blijf veel bij de voorstelling. Dat... Ja, kijk, het is gewoon, het is geen... Wij zijn een heel klein clubje en we hebben een productieleider en een zakelijk leider en een publiciteits... medewerker en veel vrijwilligers. Dus mijn werk is niet alleen het maken van de voorstelling, maar ik moet ook helpen in de eetzaal. Want er gaat echt nog wel veel gebeuren, denk ik, met de voorstelling. Ze gaan nog dingen vinden en er wordt echt doorgewerkt. Dat is ook ontzettend leuk aan deze groep acteurs. Wat er echt tot nu toe, in alle pauzes, wordt er nog steeds gepraat over scènes en zinnen. En hoe kan dit nou beter? En ze helpen elkaar zonder dat het tot ruzies of iets leidt. Dat is heel leuk. Ik heb heel veel voorstellingen gezien, die zomervoorstellingen van de Purbeer hier. En ik moet zeggen dat ik dit een van de allerbeste vind. Ja, het was grappig. Het was heel onverwacht af en toe. Ik vond het jammer dat we achterin zaten. Als bezoeker moet je heel erg nadenken van, in welke fase speelt zich dat dan af? En de flashbacks en ook de anderen naar de toekomst gericht, vond ik heel erg interessant. Interessant en dat je dacht van, nu moet ik even opletten. In welke fase zit het nu?